We gebruiken een thermometer om de temperatuur te meten. Maar 3 graden kan met een gure wind veel kouder aanvoelen dan 3 graden. Met name in het winterhalfjaar kan de temperatuur heel anders aanvoelen dan wat de thermometer aangeeft. Dat komt door de windsnelheid. 5 graden met veel wind voelt heel anders aan dan 5 graden met weinig wind. En het maakt erbij niet uit uit welke richting de wind waait. De temperatuur die we ervaren noemen we gevoelstemperatuur of wind chill. Verschillende wetenschappers hebben methodes gemaakt die de gevoelstemperatuur uitrekenen. Er zijn verschillende formules, maar in Nederland hanteren we die van de Joint Action Group uit Canada. Deze berekent de gevoelstemperatuur voor een volwassen, gezond persoon. De heersende temperatuur en windsnelheid bepalen de mate van afkoeling die de menselijke huid ervaart. De gevoelstemperatuur geldt dus niet voor dieren of voor dingen. Want dingen ervaren geen kou en dieren ervaren kou anders door bijvoorbeeld hun vacht. Om de huidige gevoelstemperatuur uit te rekenen is er een eenvoudige tabel beschikbaar. Je zoekt de heersende temperatuur op en de windkracht en zo kom je uit bij de gevoelstemperatuur. Lage gevoelstemperaturen kunnen gevaarlijk zijn. Zorg er dus altijd voor dat als je bij lage temperaturen naar buiten moet, je ook de wind goed in de gaten houdt. Want bij een gevoelstemperatuur van min 10 of lager kan er al vrij snel een koude letsel optreden als je je niet goed aankleedt.